Vernieuwingsbeweging Bond KPS tevreden over uitspraak kort gedingrechter. Jongeren hebben behoefte aan vaktrainingen. En El Salvador erkent interimregering Brazilië niet. Dames en heren, goedenavond. Het STVS-journaal op deze zondag, zondag 15 mei. De leden Milando Atompay, Sergio Gentel en Raoul Hellings van de vernieuwingsbeweging Bond Korps Politie Suriname zijn tevreden met de uitspraak van de rechter. De vernieuwingsbeweging had een kort geding aangespannen tegen het huidige bestuur van het KPS onder leiding van Robbie Ramjiawan om af te dwingen dat het bestuur de moties ingediend op de laatst gehouden algemene ledenvergadering in behandeling neemt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het vonnis is donderdag uitgesproken door de kortgedingrechter. De eis was dat we de rechter vroegen om de door ons ingediende moties te beschouwen als te zijn aangeboden, in stemming gebracht en te zijn aangenomen. De primaire eis en de subsidiaire eis was om de rechter te vragen 3 dagen na vonnis opnieuw een vergadering te doen uitschrijven waarin de moties die wij hadden aangeboden en die niet in stemming waren gebracht, dat die alsnog in stemming zouden worden gebracht. De rechter die heeft recht gesproken en het vonnis luidde als volgt dat we ten aanzien van de eerste eis, dat die eerste eis is afgewezen, volkomen terecht ons inzien. En ten aanzien van die tweede eis zijn we niet ontvankelijk verklaard geworden. Dat hield zoveel in als dat de rechter kon meegaan met de zienswijze van de vernieuwingsbeweging, maar dat de rechter in feite het spoedeisend belang dat wij moesten aangeven, dat de rechter van oordeel was dat we dat spoedeisend belang niet of in onvoldoende mate hebben kunnen aantonen. Volgens Gentle geeft de uitspraak van de rechter aan dat het bestuur van de bond bij het KPS verplicht is ingediende moties te behandelen en die niet terzijde te leggen. Gentle geeft verder aan dat het bestuur onder leiding van Ramjiawan heeft aangegeven dat ze onbevoegd is om de motie van de vorige ALV wederom in stemming te brengen. Die moties moeten, zoals de rechter het heeft voorgelezen, tenminste het vonnis heeft gewezen, moet die motie aangeboden worden aan het bestuur. En dat hebben we dus in eerste instantie niet gedaan. Dus ik begrijp natuurlijk het eerste vonnis volkomen. Tenminste, die primaire eis die we hadden gesteld. Dus dat de rechter dat heeft afgewezen is buiten kijf. Het punt is dat we nu van de rechter, dat de voorzitter tenminste het ook bevestigd heeft gehad, dat hij verplicht is moties te behandelen. Moties die vanuit die ALV komen te behandelen. Maar je kan het bestuur niet dwingen dat te doen, toch? Nee, maar dat de rechter het aangeeft dat het een recht is, geeft al aan dat het dwingend van aard is, hoe je het ook draait of keert. Je kunt niet een motie gewoon terzijde leggen, zoals de voorzitter het heeft uitgelegd aan de rechter. Het moet erop neerkomen dat het moment dat de moties werden ingediend, dat die moties in strijd waren met de geest van die vergadering. Milando Atompay, die zelf heeft gepleit in deze zaak, merkt op dat er een onduidelijkheid is in de zaak. Op 17 mei zullen er geen bestuursverkiezingen plaatsvinden zoals het bestuur dat had gevraagd bij de kortgedingrechter. Echt van niet ontvankelijk is twee vanwege de tijd en vanwege het feit dat jullie eens moesten gaan met 9 mei. Maar ik leg uit hoe men moties moet behandelen. De rechter heeft ook aangegeven de formele en de materiële eisen. Dat is huiswerk voor Ramjiawan. En de rechter zegt, het is u goed recht. Bekijkt u maar of je het weer 17 mei indient. En dan zullen we zien wat hij daarmee om zal doen. Althans, ik heb hem voorgelegd wat hij daarmee moet doen. Dat is wat de rechter heeft gezegd. Hebben jullie de motie al? Die moties die hebben we al, maar we gaan nog even na of we die moties nog indienen. Natuurlijk zal dat afhangen van onze houding daar op die ALV en de genomen beslissingen. Als hij de ALV zijn gang laat gaan, dan bekijken we dat nog. Volgens een schrijver van de advocaat van de KPS-bond heeft de vernieuwingsbeweging bakzeil gehaald bij de kortgedingrechter. Als je wordt veroordeeld tot het betalen van proceskosten, heb je de zaak verloren.
Er is behoefte aan onderwijsinstellingen die specifieke vaktrainingen aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om instellingen als Stichting TANA en het KRIU-project. Stichting TANA is een NGO die actief is in het onderwijs in Suriname. Het KRIU heeft onder andere als doel het verbeteren van de toegang tot werkgelegenheid en beroepsonderwijs voor risicojongeren, vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie in de leeftijdsklasse 15 tot 24 jaar. Er is veel vraag naar dit soort type instellingen vanuit de kant van de jongeren. Dit maakt de coördinator van de promotie, Vernon Kershout, duidelijk en hij gaat hierop in. Op de eerste plaats hebben vooral de participanten en de bezoekers aangegeven dat we misschien als organisatie moeten proberen om deze beurs jaarlijks te organiseren, want nu is het om het ene jaar, dus daar kijken we serieus naar. Maar wat we ook hebben gemerkt is dat er ook behoefte is aan zeg maar, de verschillende instellingen die van de op maat gesneden trainingen aanbieden. Dus zeg maar los van het formeel onderwijs, universitair HBO, heb je tegenwoordig ook van die instellingen die dus specifieke trainingen aanbieden. En daarnaar is er ook veel behoefte. En daarom is deze beurs niet alleen voor schoolgaande jongeren. Het is ook voor drop-outs. Het is ook voor werkloze jongeren of werkende jongeren die misschien hun skills willen gaan verbeteren. Wat vindt de jeugd van het evenement? Ik wil arts worden, dus ja, ik ben meer een stand komen zoeken waar ze artsopleidingen, dus meer informatie van daar geven. Voor mijn part, ik vind het, ja nou, het is naar mijn wens. Ja, niet zo te veranderen, het kan gewoon zo blijven. Ik ben eigenlijk meer gekomen om te kijken wat ik leuk zou vinden, maar tot nu toe heb ik niet echt iets gezien wat ik leuk vind. Ik kan niet echt uitleggen omdat ik niet echt weet wat ik wil worden, dus daarom ben ik hier gekomen om te weten wat ik echt leuk zou vinden. Maar ik kijk nog even rond. Ik wil eigenlijk tandarts worden, maar ik zie echt niets hier ervan. Ik ben sociaal voor SLM gekomen, maar ze zijn er niet. Welk type beroep zou je willen uitoefenen binnen de lucht? Ik wil stewardess worden. En wat zou je nog anders willen dat de organisatie zou moeten doen om de beurs nog aantrekkelijker te maken? Misschien meer bedrijven. Want volgens mij zijn er dit jaar wel minder dan vorig jaar. Op de beurs is er informatie te halen over studiemogelijkheden in binnen- en buitenland, beroepen bij de overheid en in de particuliere sector, hulp en dienstverlening voor jongeren, jong ondernemerschap, culturele en creatieve expressie. De organisatie heeft een groen edutainment-programma opgezet onder de naam Green Formation. Dit jaar wordt er voor het eerst door bekende personen uit de Surinaamse samenleving hun road to success met het publiek gedeeld. Speciaal voor de jongeren zal er een lounge worden opgezet waar ze diverse verrassingen tegemoet kunnen zien. Gedurende de schooljaren 2010 tot en met 2015 zijn de cijfers van het aantal tienermoeders hetzelfde gebleven. Het project Scholierenmoeders, PSM, heeft tot doel jonge mama's te leren school en het moederschap te combineren. PSM bestaat al 28 jaar, aldus een woordvoerder van het project Tienermoeders. Wat de cijfers betreft, in de afgelopen 5 jaren, want we werken evenredig met het schooljaar. Dus in de periode 2010-2015 merken we dat de cijfers rond de 250 zijn gebleven. De laagste is 246 en de hoogste is 261. Dus rond die 250, dan denken we dat het toch een beetje stabiel blijft. Want je hebt geen diepe dalingen en stijgingen. Het project Scholierenmoeders is in oktober 1988 opgericht en het was eigenlijk de bedoeling dat in de periode, niet zo lang geleden werden meisjes, op het moment dat ze in de verwachting raakten, afgeschreven van school. Wat is het project, waarvoor is het project Scholierenmoeders? Het project Scholierenmoeders is eigenlijk om die meisjes een beetje te begeleiden op het gebied van combineren van moederschap en school. Want het moment dat een meisje dus zwanger is op school, moet ze zich dus aanmelden bij VOJ-inspectie. En via VOJ-inspectie of van GLO worden ze dus verwezen naar PSM. En moeten ze zich bij ons registreren, waarna ze dus weer naar school mogen. Meisjes worden nu dus niet meer afgeschreven van school als ze zwanger raken, maar dat betekent niet dat dit gestimuleerd wordt. De meisjes moeten zich bij VOJ-inspectie aanmelden en doorgeven dat ze zwanger zijn en ze zijn verplicht zich te melden bij PSM.
De meisjes aangesloten bij PSM wordt aangeraden een tweede zwangerschap uit te stellen tot ze van school zijn en een diploma hebben behaald. Huisemi Abri kreeg hoog bezoek van minister en staf van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Dit in verband met de Dag van het Gezin. Over de situatie van Mi Abri wordt er al langer dan 15 jaar gesproken, maar er gebeurt nogal weinig om verbetering te brengen. Vandaag zegt de SOSAVO-minister John de Goyo dat Mi Abri onder een vergrootglas ligt bij de regering. Nou, we gaan nu uw medewerker Laurens toe. Sommige van de bewoners hebben in de regentijd van alle kanten in hun vertrek water. Sommige van hen moeten 's nachts in het donker doorbrengen. Vorig jaar heeft de regering de watervoorziening van Mi Abri aangepakt, maar dan nog hebben de mensen andere zorgpunten die ook dringend moeten worden aangepakt. Het leven van hier is echt niet prettig. Het is echt niet wat het wezen moet. Vertel een beetje. De woonsituaties, bepaalde mensen wonen onder het dak hier zo, bij de asbest. En u weet, het is ongezond. En wanneer het hard regent, is hier onder water bepaalde plekken. Je kan nergens gaan, je kan uit je huis gaan. Ze hebben wel een aantal plekken water gezet en zo, dus waterleiding. Bepaalde mensen wonen in het donker en het is niet zo prettig. Bepaalde mensen hebben kinderen en ja, het is helemaal niet prettig zo. Minister de Goeie is vandaag persoonlijk naar de bewoners geweest. Het is ook vandaag de Dag van het Gezin, dus voor het ministerie een goed moment om de gezinnen toe te spreken. De bewindsvrouw ging naar haast alle woningen om zelf waar te nemen hoe de leefsituatie van de bewoners van Mi Abri is. Om het zo te zeggen, vanaf ik hier kwam was het nog enger. We waren er echt alleen maar bos om ons heen. Ja, door de jaren heen zijn er meer mensen komen wonen, maar ik denk dat het dringendste waarmee men hier te kampen heeft. Want kijk, water hebben we, licht hebben we sinds kort ook aangesloten. Maar ik denk dat een woning het beste zou zijn. Want als je kijkt naar de asbestplaten, die zijn ook niet zo rendabel en zo goed. Vooral voor, niet voor de kleine kinderen. En u ziet hoe bewoond hier is, vooral met kleine kinderen. Dus ik denk dat misschien geen huis, maar tenminste een perceel waar men zelf iets voor elkaar zou kunnen krijgen. Om daar zijn intrek te hebben. De Goeie is zich ervan bewust dat de leefsituatie van de bewoners van Mi Abri dringend moet worden aangepakt. Er wordt vanuit de regering ook met een vergrootglas naar dit vraagstuk gekeken. Er zijn ook succesverhalen. Kinderen die hier zijn, ze hebben gestudeerd, anderen hebben de universiteit afgerond. Dat zijn zaken die toch wel kunnen bijdragen aan het duurzaam oplossen van dergelijke omstandigheden. Dit is slechts één van de vele omstandigheden dat mensen zo leven en dat duurzaam moet worden opgelost. Een van de mensen heb ik achteraf gesproken en degene zei: Abu Bungin Flanti, Bukuan President, Gualamalama, Pisi 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 Fugotang. Ik hoorde ook in uw toespraak dat u zegt dat de regering aandacht heeft voor deze situatie. Is het geen voorstel, oplossing, een model? Ja, het is natuurlijk een voorstel om het op te lossen. We weten, Mi Abri was eigenlijk opgericht met de bedoeling dat het een opvang zou worden voor meisjes die in nood zijn, met opvoedproblemen. En ja, vanwege het achterlopen van de woningbouw door de tijd heen, hebben mensen hier dus geoccupeerd. Het zou een mogelijke oplossing kunnen zijn dat er ergens terrein beschikbaar wordt gesteld. Maar ik wil niet vooruitlopen op zaken om dat alvast te zeggen. Maar we hebben er aandacht voor en we willen een oplossing brengen zodat de mensen op een andere manier kunnen leven. Die oplossing moet nog vorm krijgen. Ik kan nu niet exact zeggen dat er percelen beschikbaar gesteld gaan worden of huizen. I don't know, maar samen met de mensen zullen we zitten en nadenken over een oplossing. De kinderen van Mi Abri hebben onlangs ook een zanggroep gevormd die vandaag samen met een solozanger heeft opgetreden. Het ministerie van Sociale Zaken zal de verdere muzikale begeleiding van deze kinderen geheel voor haar rekening nemen.
Internationaal wordt op 15 mei de dag van het gezin herdacht. Lichamelijke beweging wordt steeds populairder in Suriname. Dit zegt de initiator van de eerste Choose to be Healthy campagne, Eugène. Gisteren werd de kick-off gegeven op het Akswijk Sportcomplex. Het animo om mee te doen aan deze Choose to be Healthy campagne is enorm, zegt Eugène. Zaterdagmiddag tijdens de trainingssessie. Choose to be Healthy is echt niet zo lang gestart. Ik ben gestart in 2015, september. Wat we eigenlijk willen doen is gewoon zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat lichaamsbeweging essentieel is in combinatie met de juiste voeding. En waarom het is overgewaaid? Ik zeg altijd, gezondheid kent geen grenzen. En daarmee bedoel ik van, elk land heeft, gewoon, heeft het recht erop om een beetje kennis te maken met gezondheid en sport natuurlijk. Eigenlijk is het simpelweg om elkaar te motiveren, want eentje sporten is voor heel veel een drempel. En door middel van het sport in groepsverband kunnen we elkaar motiveren en triggeren om toch te komen sporten. Wat is de planning precies in Suriname? Het is eigenlijk een soort van kick-off, oftewel een soort van try-out. Alsof je een lekker gerecht hebt en je laat iemand proeven. En wat wij willen doen is Suriname een stukje Choose to be Healthy laten proeven en kijken hoe zij het op zich nemen. En ik hoop positief waarom. Het is gewoon een positieve movement. Eigenlijk is het een healthy lifestyle. We proberen men om gewoon bewust te maken om een healthy lifestyle te hanteren. Hoe reageerden de mensen erop? Zeer positief. Vooral ook op de merchandise. En ja, heel veel mensen willen gewoon sporten, ze willen gewoon bezig zijn. In plaats van ja, hangen of niks doen. Dus de reacties zijn wel positief, zeker. Wat we eigenlijk willen doen is sowieso één keer in de twee weken of één keer in de maand zo'n grote bootcamp organiseren. En als het goed is de eerste aankomende op 4 juni gepland. Maar wat wij ook willen doen is wekelijkse workouts verzorgen vanuit Choose to be Healthy. Want in Nederland heb ik op dit moment, ik ben nu met een team, 3 zalen en in 1 week zijn er 6 workouts. Oftewel, mensen hebben genoeg keuze. Je hebt afro-workout, je hebt flex-workout, je hebt de normale workout, je hebt kickboksen. Zit er afro-workout? Dat vraagt heel veel mensen zich af. Dat is eigenlijk een workout. Is een workout gecombineerd met Afrikaanse dans. En dat is gewoon heel mooi om te zien en om te doen. Dit is de eerste grote actie van Choose to be Healthy. Het is de bedoeling om dit jaar nog in alle districten tenminste 1 keer dit te organiseren. Het bijzondere van de trainingen is dat er muziek aan wordt gekoppeld, waardoor het bewegen ritmisch en makkelijker plaatsvindt. Meer kennisoverdracht van de Winti-leer, meer begrip voor de rol van de Winti's, dat stond centraal tijdens de eerste Yeyetaki zaterdagavond in het CLO-gebouw. De opkomst was supergoed te noemen. Dorine Babel, Okonfo Fukondre, hield een inleiding over het Winti-geloof met duidelijke voorbeelden uit het alledaagse leven. Een uiteenzetting van de Winti-leer. Maar voordat we aan die alleen spieksie, meer dan u, naar de cinema. Het gaat om onderricht. Winti is het geloven en anakedoma. Dat wil zeggen het alomvattende. Dat wat geschapen heeft, het leven, het bestaan. En wat hier gebeurt is een jeyetaki, zoals we dat noemen. Waar we vanuit de leer, dus vanuit die filosofie, trachten om de mensen wat onderricht mee te geven, zodat ze weten op welke wijze of waar ze staan met zichzelf in het leven, om hun leven verder voort te leven. Volgens Julian Salman is er geen sprake meer van het niet accepteren van het Winti-geloof. De belangrijke punten waaraan er nu moet worden gewerkt zijn onder andere de onderbouwing van de Winti-leer en de toegankelijkheid tot de kennis van dit geloof. Kijk, ik wil niet praten over hoe de doorsteek kijkt. We willen praten over dat ons heeft bijgegeven wat de leer is. Van hoe we moeten denken, hoe moeten we denken, hoe we de band met Anana moeten aanhalen.
Hoe moeten we onze kinderen opvoeden? Hoe moeten we met elkaar leven? Wat is die sociale verwantschap in het leven? Daaraan willen we denken. En Tata Kwasi Kutata Tisensi, daaronder valt nu op dit moment nog de Okonfo. Maar er is een organisatie, een instituut in oprichting, waar de Okonfo voor kinderen zal worden omgebracht. En die zal de zienswijze van Winti, hoe Winti denkt over het leven, op de juiste wijze doorvoeren. Dus wat de doorsteemens denkt, ongeacht zijn ze beleiders of niet, we nodigen ze uit om, om die informatie zoals er is, om die bij ons te komen, in feite dus daarin, bij ons studie te komen of die informatie te komen ophalen. En dan geven we ze de juiste informatie. Ja. Gezegd hebben, dat heb ik aangenomen. En als dat kind dat ontdekt heeft, gaat hij gelijk pakken de liefde. En dan luisteren, let die van mij, zeg ik daar nu, de roepende stem in zich. Rekening houdende met de grenzen. Wat mag en wat niet mag. Met deze activiteiten wil Stichting Tata Kwasi Kutata Tinsensi meer duidelijkheid brengen over facetten binnen het Winti-geloof die soms bewust of onbewust verkeerd worden geïnterpreteerd. Dat komt volgens Salman ook door het feit dat het Winti-geloof vanaf de slaventijd bewust negatief werd beklad. Vandaar nu de uitdaging om meer details over deze religie uit te lichten. En saai organisatie die zij doen, voor tja apparaxeri dan abribi tapan wanfasi per we want sorry dat hij aan een sosso, aan een drong, aan een sosso, aan wiri, maar nou een combinatie voor sande, nanga a praxeri sande, den baka a filosofie, a diep praxeri sande, omdat zodat de mensen dus meer begrijpen wat Winti is en dat ze dus niet afstandig gehouden nemen als ze Winti niet kennen of niet begrijpen, maar dus dat ze ook een open houding hebben als ze over Winti horen praten. In juni wordt de eerstvolgende Yeyetaki gehouden. Onlangs is de Okonfo Fukondere ook in Nederland geweest om diverse lezingen over het Winti-geloof te verzorgen. Ook het bezoek aan Nederland was volgens Salman succesvol. Tot zover dan mijn bijdrage aan dit journaal. Ik wens u een heel fijne zondagavond verder toe. Goeiedag.